Dit is Tilburg Spreekt. Een programma over de politiek in onze stad. Hoe zit het met onderwijs en veiligheid? Bereikbaarheid, kunst en cultuur. En wat gaan we merken van de bezuinigingen? U ziet het hier in Tilburg Spreekt. Iedere week steekt een raadslid de handen uit de mouwen en werkt mee met een stichting of vereniging in de stad. Nels Schoenmakers van de VSP is op bezoek bij de gehandicapte visvereniging Tilburg. Nou, we zijn hier in het Quirijnpark bij de visclub, bij de vissers. En die hebben hier hun eigen stekje. En ook hun locatie waar ze van alles kunnen doen. Het is een vereniging met vrijwilligers. Allemaal, bestuur alles. En het zijn allemaal mensen op leeftijd en invalide. En dat is de opzet van deze vereniging geweest. En het draait fantastisch. We hebben ongeveer 60 leden. Het is eigenlijk allemaal vrijwilligerswerk, hè, wat hier gebeurt. Het is allemaal. Het is allemaal vrijwilligerswerk. Ook het hele bestuur en alles ja, is gewoon. Ja, het is allemaal vrijwillig. Alles wat hier opgebouwd is allemaal vrijwilligers. Ja. En nou, wordt petje af. Geen salaris of niks of niks vooruit betaald. Nee. Nou, petje af voor die, ja, voor die groep mensen. Nou ja, dat is best spannend, hè. En er waren twee mensen die ook nog een visje vingen. En dat is ook op deze tijd van het jaar uniek eigenlijk. Dus ja, dat was best wel leuk. Ik ben geen visser van thuis uit. Maar ik heb op een gegeven moment kwam ik in de WO door toestanden. En toen mijn zwager, die was wel een visser en nog een paar van de familie, die zei, waarvoor kom je niet in een hengeltje, ga mee vissen. Zodoende ben ik een vis, het is rustgevend. En je bent er van huis af. Nou, en tegen 4:30 zeg ik, jongens, sluiten jullie af. Want ik ga naar huis, want anders krijg ik thuisproblemen. Ja, licht. Nou, maar dat ben wel heel belangrijk voor deze vereniging eigenlijk. Ik hoop het. Ja, als ik dat zo hoor, er zijn toch veel dingen die allemaal gedaan moeten worden. Heel veel dingen, en ja, als dus, jij daar veel dingen zo allemaal wat jij vertelt doet, dan ben je toch een belangrijke persoon eigenlijk voor deze club. Ja, twee keer per jaar hebben we dan ook nog het onderhoud van het park. Ja. Dat doen we ook allemaal zelf. Nou, moeten zien. Van de gemeente komen ze het wel ophalen, het vuil dat we allemaal uithalen. Oh, toch wel. Dus, nou ja, ik heb wel het gevoel dat ze luistert, maar ik denk dat ze weinig bereikt. Af en toe. Dat ze niet ver genoeg bij de gemeente door kan dringen. Zij doet het wel voor ons, al een paar keer, dat ze voor ons opkomt. Maar het komt bij de gemeente niet door. Bij de gemeente moeten ze een beetje beter gaan luisteren naar haar. Straks gaat Nels Schoenmakers de koffie verzorgen. De fractievoorzitters van de Tilburgse gemeenteraad staan in de lift van het stadskantoor om de stad naar een hoger plan te tillen. Ze hebben 9 verdiepingen de tijd om te vertellen waar zij zich de komende periode hard voor maken. Vandaag in de elevator pitch is het de beurt aan... Ik ben Paulus Oeremans van GroenLinks. GroenLinks gaat voor een schone en gezonde leefomgeving. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Duurzaam voor mens en milieu. Daarom 5 punten. Het energiezuiniger maken van bestaande woningen. Het van het spoor afhalen van gevaarlijke stoffen. Autovrije zones rondom scholen. Het stimuleren van elektrisch vervoer. En het ondersteunen van de meest kwetsbare mensen. Dat zijn punten waar we ons de komende tijd mee bezig gaan houden. Ik kan nog wel rondkomen, ja, maar het zou beter zijn als ze allemaal een beetje positiever zouden reageren. Want iedereen is over de crisis bezig. En je komt alleen maar in een benedenwaartse spiraal. Als iedereen er een beetje opgewekt er tegenaan zou kijken, ik denk dat wij daar allemaal een stuk vrolijker worden. Ook als ondernemer natuurlijk. Of ik rond kan komen? Ja, een beetje.
studenten is het altijd lastig om rond te komen, maar ik merk er zelf niet zoveel van. Nou, dat betekent inderdaad dus dat alle zaken dus die te maken hebben met verzekeringen, onder andere zorgverzekeringen, die worden gewoon fors duurder. En dat merk je. Dus dat wel. Ja, natuurlijk alles wordt duurder, maar nee. Ik heb geen last van de crisis. Gelukkig niet. Nee, ik heb er niet zo heel veel last van. Ik denk dat voor scholieren niet heel veel problemen oplevert voor de rest. Ik kan redelijk goed rondkomen, ja. Ja, en alles aan je salaris en zo. En wel eens duur geworden. Ja, de moed erin houden. Maar gewoon aan het geld overblijft aan het eind van de maand. Hè. Dat is niet veel. Ja, en de zorg. Echte zorg. Die doet echt de das om, denk ik. Ja, overal aan. Hè. En de boodschappen. Daar merkt het wel aan. Dat rondkomen dat gaat nog wel, ja. Maar je voelt het wel in je portemonnee, hè? En het feit dat als je pensioen hebt en een kleine AOW, wordt niks verhoogd. Dus het wordt alleen maar slechter. Zeker. Alles wordt duurder en mijn pensioen gaat niet omhoog. Wat je met name doet is kritischer kijken naar welke winkels dat je gaat. Bijvoorbeeld een Albert Heijn is een dure jongen en daar ga je minder vaak naartoe. Ja, je merkt dat elke keer iets duurder wordt. Maar als dat zo langzaam aangaat, dan valt hij nog wat mee. Je kan toch wel kan altijd pessimistisch zijn, maar dat moet niet. VSP-raadslid Nel Schoenmakers is nog steeds bij de GVT. Het is koffietijd. Nou, ik denk dat de vissers daar, die al een tijdje bezig zijn, wat trek hebben in een lekker kopje koffie. Want het is wel lekker weer, maar het is toch een beetje fris, hè? Dus warme koffie, dat smaakt dan wel, hè? Ach, mevrouw, wel een kilometer vergoeding, hè? Jazeker. Hallo. Voor de rechtse. We zijn dus hier in het Zwelingpark in Tilburg-Noord. Hier is van april tot en met eind september zijn hier wedstrijden van de gehandicapte visvereniging uit Tilburg. En wij zitten hier dus wekelijks met zo'n 35 mensen. En dan hebben wij dus van de gemeente dus een nieuwe locatie gekregen, maar het is allemaal prima. Maar het is veel te klein, want ik kan voor de vereniging helemaal niks verders betekenen. Ze hebben deze nieuwe accommodatie gekregen. En als de gemeente die nou iets groter had gemaakt, dan was het voor hun ook veel beter geweest. Want ze kunnen nu hun spullen niet kwijt, die staan nou extern overal opgeslagen. En daar zou de gemeente toch eigenlijk ook een mooi schuurtje moeten zetten, dat hun daar de spullen kwijt kunnen. Want ja, dat is allemaal een op- en neergesleept voor die mensen. En het zijn uiteindelijk allemaal gehandicapte mensen die hier, en ouderen. En dus ik wil toch een pleidooi doen dat de gemeente daar ook eens naar kijkt. Dus we houden ook heel het onderhoud een kantje bij. Nou, moeten zien. Dus, en als het ook nog hier moet, dan kan ik niemand meer in het hokje doen. Nee, hè? Dat is waar. Ik vind dat jullie hartstikke je best hier doen om het allemaal keurig in orde te houden. Ja. En dan vind ik dat ook de gemeente nog wel een klein beetje medewerking kan geven. Dat jullie straks daar ook een ruimte hebben waar je je spullen in op kunt bergen. En dat je er niet mee naar andere mensen toe hoeft. Ja, oké. Dat zou heel fijn zijn. Ja. Dan gaan we dat proberen. Ja. Gaan we naar deze kant. Naar de volgende. Ja. Nou, wij hebben dus de leden van de gehandicapte visvereniging in Tilburg. Hebben dus samen een kopje koffie aangeboden. En dat vond ik dus heel leuk dat Nel ermee gedaan heeft. Een keer een ander gezicht aan te wateren is ook eens mooi. Het is toch mooi dat mensen die anders thuis zouden zitten, hier toch mooie bezigheden hebben. Dat is belangrijk. Want daar pleiten wij altijd voor, hè. Achter de geraniums uit. Ja.